wordt de nieuwe kampioen van België in 2023. Drie kandidaten nog om straks in de zevende hemel te belanden. Hier is Pannekwissen. Jansen kan overnemen. Ja. Nee, hij doet het niet. De basis prachtig. Hij moet hem binnentrappen. Nee, hij trapt het niet binnen. Van Dingra. Hier, dit moet hem worden. Dit is hem. Dit is hem. Het is een goal voor Racing Genk. Tolu scoort. En Racing Genk heeft zich nu virtueel aan kop van het klassement. Boniface doet er weer iets. Dat oh, mooi. Goal. Union is op dit moment kampioen. Balletje Bataille. Hier is Kerk met de kans. En de goal. Het is gelijkmaker voor Antwerp. Antwerp weer op één doelpunt van de titel. Daar in de 16. Macho. Houdt daar eigenlijk McKenzie vast? Ja. Maar strafschoppen worden daar meestal niet voor gegeven. Maar ja, het is eigenlijk een overtreding. Peensel, niks aan de hand. Gedoken, zegt Verboom. Zij willen de strafschop. Wouter Frank is duidelijk. Meegeven met Munoz. Tresor klimt en nu Heine. De goal van Heine. Het is 2-1 opnieuw voor Racing Genk. Op een dik kwartier van het einde. Is dit de doodsteek voor Antwerpen? We krijgen daar bij club de kleine Japanner. Homma. 1,64 meter. Dribbelt dan nogal lang. Ja, Henry in de tweede zone. Kijk binnen. Homma. Geen kampioen op dit moment. Ja, geen buitenspel. Helaas tegen vier, 1 tegen 5. Dat hij het nog eens doet, de paas. Oh, hij trapt hem binnen. Het is gedaan. Boeken dicht. Het is gedaan. Voor Union. Geen tijd om te verpozen. Avila gooit een hoge bal. Wie kan erbij? Bataille maakt zich vrij. Alderweireld trapt en scoort! Alderweireld scoort! Oh la la! Wat een trap! Uitgerekend Toby Alderweireld. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is die die bal met een verwoestende kracht in de boomhoek jaagt. Wat een geweldige apotheose! Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.